Open Access Week. Wereldwijd zijn vurig pleidooien te beluisteren. Voor onvoorwaardelijke toegang tot wetenschappelijke publicaties. Tot artikelen, proefschriften of boeken. Tot onderzoeksdata. Onvoorwaardelijke toegang. Via internet. Neuropsycholoog Ben Maassen, hoogleraar dyslexie, nam het initiatief voor het Open Access tijdschrift Stem, Spraak en Taalpathologie. Daardoor kunnen naast wetenschappers ook anderen die werkzaam zijn op het terrein van stem, spraak of taalstoornissen, zoals logopedisten, direct kennis nemen van de laatste ontwikkelingen. Hier heb ik een mooi voorbeeld van een klinisch forum over spraakontwikkelingsdyspraxie. Wat voorheen door 400 tot 500 logopedisten gelezen kon worden en andere professionals. Maar nu, dankzij internet, door alle logopedisten. Dus dat zijn er tot ongeveer 12.000 gelezen kunnen worden. En dat heeft daarnaast het voordeel dat er voorbeelden die kunnen op internet dan bij gezet worden. Dus hier. Een belangrijk diagnostisch kenmerk van spraakdyspraxie. Meteen herkenbaar. En dat geeft dan een hele duidelijke illustratie. En een van de belangrijke dingen om daar blij mee te zijn is dat het voor auteurs nou interessant wordt om te schrijven in de tijdschrift, want ze weten zeker dat een logopedist voor wie ze schrijven het ook kan lezen. Het Siboga-terrein. Dit moet in Groningen het creatieve woon-werkgebied worden. Belangrijk element daarbij is het paleis, waar veel kunstenaars, vormgevers en multimediabedrijfjes zetelen. Maar ook op andere manieren probeert de gemeente dit gebied aantrekkelijk te maken en om te vormen tot een creatieve zone. Volgens onderzoekster Annette Jantien Smit lukt dat goed. Ik doe onderzoek naar locatiebeslissingen van creatieve ondernemers. Mijn onderzoek richt zich speciaal op de vraag waarom ondernemers binnen steden kiezen voor bepaalde buurten als plek voor hun bedrijf. Nou, ik vind in dit geval dat dit gebied wel een geslaagd voorbeeld is van een creatief woon-werkgebied in ontwikkeling dan. Het is natuurlijk nog lang niet af. Maar juist omdat het gebiedsontwikkeling hier stil ligt en niemand met grote projecten wil investeren in dit gebied, vind ik dat het slim is aangepakt om er tijdelijke voorzieningen neer te zetten. Een van de resultaten in mijn onderzoek is dat creatieve ondernemers zich graag vestigen in gebieden die visueel aantrekkelijk zijn. Het hoeft dan niet mooi te zijn, als het maar anders is dan elders, geen doorsnee plek. En ik denk op grond van die resultaten dat dit gebied ook aantrekkelijk zal zijn voor creatieve ondernemers. Omdat hier heb je die containerbouw met allemaal kleuren, een beetje een tijdelijk aspect, iets onafs, een soort pionierslocatie. Je hebt een groot open veld, het geeft ook wat lucht en openheid, daar houden ze vaak van. En het is een bijzondere plek, dus ik denk dat dit dat visuele aspect voor creatieve ondernemers het aantrekkelijk maakt. Een instituut dat verscholen ligt in het groen, aan de rand van Groningen. Het ziet eruit als een geheimzinnig instituut, een vesting bijna. Wat gebeurt daar toch? Gelukkig, één keer per jaar gaan de deuren open en nemen kinderen en hun ouders bezit van dit bolwerk van wetenschap dat internationaal toonaangevend onderzoek doet naar de kleinste deeltjes uit de natuur. Ook zondag 21 oktober kwamen er weer veel bezoekers naar Spannend Zernike. De open dag van de gebouwen van de beta-wetenschappen met rondleidingen, lezingen, demonstraties, proefjes en activiteiten.